Welkom bij Cut the Crap en zit je schrap, mensen. Vandaag is het de dag. Ja, want deze clipper was en is mijn held. En nog steeds. Ontdekt via Instagram, maar gekend van zijn acte présences bij de Nederlandse praatprogramma's als Jinek, Umberto en zoveel meer. Hij studeerde geneeskunde, maar was niet gelukkig. Hij hing zijn witte jas aan de haak en ging zich specialiseren in preventieve geneeskunde. Ja, ja, u hoort het goed. Preventieve geneeskunde. Ondertussen reeds 7 boeken geschreven en met zijn platform Oersterk wil hij 1 miljoen mensen begeleiden naar een beter leven met het allerstrafste medicijn ooit. Zelfzorg. Vlaanderen en Nederland, zet je schrap. Richard de Let. Held, wat ben ik blij om je te mogen verwelkomen, Richard. Dankjewel, Pieter. Fantastische introductie. Ja, maar ik zal direct met de deur in huis vallen. We hebben een hele eigenaardige periode achter de rug. En steeds als ik krijg nu zelf terug kippenvel. Stel, als ik je hoorde praten, dan denk ik van, oh wauw, er is nog iemand die anders denkt. Vertel eens even, je bent een arts. Officieel geen arts-examen gedaan, omdat ik ben nu een vrije vogel. Ik mag alles schrijven en doen. Maar na mijn doctoraal geneeskunde heb ik inderdaad besloten om mijn witte jas aan de wilg te hangen en mijn eigen pad te gaan, omdat ik in het reguliere medische systeem niet gelukkig was. Ja, omdat eigenlijk, ja, wat we heel vaak horen van, we gaan pas naar de dokter als het te laat is. Ja, klopt. Nou ja, als je de geneeskundeopleiding hebt voltooid, dan weet je alles over ziektes. Je weet alles over de dood, maar je weet niets over het leven, over optimale gezondheid, over preventie. En de intentie waarom ik arts wou worden, was omdat ik de illusie had van geneeskunde, dan kan je mensen beter maken. Ik hou enorm van mensen. Ik hou van contact. Hè, wat wij nu ook op de bank hebben. Nou, de consulten zijn kort, 7-8 minuten. Je zit in een farmaceutisch keurslijf, hè, vooral met medicijnen of operaties. Of u moet nog even aankijken of we kunnen niets meer voor u doen. En ik was toen 24 en in de artsenkamer is ook enorm veel ego. En ik was veel te onzeker, dus ik kon me moeilijk handhaven in het bolwerk. Dus ik raakte mijn bezieling stapje voor stapje kwijt. En ik dacht op vrijdagmiddag, als het weekend was, ik moet maandag weer heen. En ik had gewoon enorm veel stress. En het beeld wat ik had van het arts zijn, een soort verlengstuk van de natuur en mensen beter maken. Want eigenlijk is de paradox dat geen dokter je kan genezen of beter maken. Ieder mens is eigen dokter. Je kan alleen maar het zelfherstellend vermogen stimuleren. Maar die kennis, of beter die wijsheid, zit totaal niet in de reguliere geneeskundeopleiding. Het is natuurlijk enorm als je gaat kijken naar verdienmodellen, farmaceutisch gestimuleerd. Maar de natuur staat buiten spel. En ik had in mijn reguliere geneeskundeopleiding ook heel veel interesse in andere stromingen. Dus ik was in mijn geneeskundeopleiding bezig met kinesiologie, met spiertesten, met fytotherapie, plantenkruiden, met de Ayurveda. In al die stromingen hebben over het holisme, dat alles samenhangt, dat alles verbonden is, ook lichaam en geest, maar ook de mens met zijn omgeving. En dat je altijd de oorzaak van de oorzaak moet aanpakken, de wortel. En ik wist natuurlijk wel dat ik symptoombestrijding aan het doen was en dat ik mensen medicamenteus afhankelijk hield. En dat ik wil mensen juist onafhankelijk maken. Ik wil mensen leider, expert maken van hun eigen gezondheid, hun eigen vitaliteit. En wat je net zei, helaas is het zo dat bijna iedereen pas in actie komt als hun gezondheid zijn verloren. Gezonde mensen hebben 1000 wensen en zieke mensen hebben maar 1 wens, weer gezond worden. Ik denk dat heel vaak dat ik mensen wil beantwoorden met te zeggen van, ach, is hij nu weer bezig over dit of dat online? Dan denk ik van, er komt een dag dat je aan mij gaat denken. En het is ook heel spijtig, want heel vaak komen dan, in die laatste jaren zijn we heel vaak bij verschillende mensengroepen neus tegen neus komen te staan. En het is een en-en verhaal. Want eigenlijk kan niemand hier tegen zijn, toch niet? Ook niet vanuit de dokters of de medische wereld. Of zien ze eigenlijk nog dit verhaal van jou als een meerwaarde of als een soort bedreiging? Wel steeds meer als een meerwaarde. Ik ben natuurlijk jarenlang ook een beetje uitgespuugd als moderne kwakzalver. Ook de ortomoleculaire geneeskunde en de psychoneuroimmunologie, mijn vakgebied, wordt steeds meer wetenschappelijk onderbouwd. Maar zeker ook als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar, eigenlijk de wereldwijde gezondheidscrisis, zie je dat alle officiële instanties zich richten op, eigenlijk op veiligheid van buitenaf. Afstand houden, mondkapjes, vaccins.
En ik roep al 10 jaar, nee, de revolutie zit op weerbaarheid van binnenuit. En onze metabole gezondheid is zo verzwakt. Hè? De mens is eigenlijk zwakker, dikker, zieker en ook dommer dan ooit. Dat een relatief, in dit geval mild virus, het coronavirus, enorm veel schade kan inrichten en aanrichten in een enorm verzwakte populatie. En dat komt omdat alle industrieën de ongezonde, verkeerde keuze, de makkelijkste keuze hebben gemaakt. Er is een rode lopen van ons wiegje naar ons graf. We worden geënterteind. Er is een comfortindustrie, er is een voedingsindustrie, er is een farmaceutische industrie. Nu ook, er is een oorlogsindustrie. Er zijn verschrikkelijk veel lobbycratieën. En die zijn alleen maar geïnteresseerd in geld, hè, in economie. En ziekte is een fantastisch verdienmodel. Als je vanuit zo kijkt, is gezondheid. Gezonde mensen heb je eigenlijk niets aan. Je wil mensen eigenlijk verzwakken. Je wil mensen ziek maken. Apothekers ook. Ik sprak verleden week een apotheker. Die zei, Richard, het is fantastisch. Hè? Mensen worden steeds eerder chronisch ziek, maar leven steeds langer. Dus mijn verdienmodel, apotheker, is fantastisch. Ik kan een tweede, derde huis gaan kopen. Want mensen zijn steeds langer afhankelijk van medicijnen. Terwijl, ja, ik wil terug naar de basis. Ik ben een expert op het gebied van de evolutionaire geneeskunde. Hoe zijn wij als mens nou in de evolutie ontstaan? Welke behoefte heeft onze handleiding, onze genen, die we helaas niet krijgen als we geboren worden? En we mogen veel meer de oplossing zoeken in natuurlijk gedrag. Want als we ons lichaam, onze genen geven wat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren, dan zijn signalen, klachten, ziekte eigenlijk helemaal niet nodig. Iedere klacht, iedere ziekte is een feedbackmechanisme van lichaam, geest, ziel, driehoek, om te laten weten dat we op het verkeerde pad lopen. De meeste mensen plegen onbewust zelfmoord in slow motion. Maar dat komt omdat de hele maatschappelijke omgeving ons de verkeerde kant op trekt. Dat is een fantastisch gezicht, nog nooit zo gedaan. We plegen eigenlijk zelfmoord. Ja. Maar het is ook vooral door de onwetendheid. En ik denk dat jij een van de eerste bent. Nu, in België hebben we ook Servaas Benjé, dokter Benjé, die ook een andere richting in informatief heel veel brengt. Maar je brengt het voor de eerste keer waar dat eigenlijk mensen, zoals je ook zegt, van oh, heel makkelijk dat holistische verhaal als een kwakzalver wegzetten, terwijl het eigenlijk de basis is. We zijn heel ver weggegaan van de basis. Ik heb heel lang zitten ruzie maken met de Coca-Cola's van deze wereld, de Nestlé's van de wereld. Maar die verantwoordelijkheid dragen ze niet. Zij hebben geen baat bij een gezonde bevolking. Ja, pas als hun kinderen of ze zelf ziek worden. Maar waar moet die dan... Ik denk dat iedereen denkt dat die verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. Maar dat doen ze dan toch niet? Nee, de politiek, de overheid faalt enorm. Ook een beetje vanuit de vrije markteconomie. Maar ook dat de burger autonoom is en vrije wil en zelf in staat moet zijn om de juiste keuze te maken. De Coca-Cola en de Nestlé's die zeggen van ja, als je onze producten eet en drinkt, hè, dan krijg je niets van als je een gezonde leefstijl hebt. Alsof alles eilandje... Ja, maar dat is bullshit. Hè? Ik bedoel, ik ben 15 jaar profsporter geweest. Ja. Hoe ik nu kijk naar toch wel een helemaal andere inzichten de laatste 2,5 jaar, dacht ik ook altijd van... En het is pas na mijn carrière dat ik zag van, ik raak niet meer scherp. Ik raak niet meer... mijn zelfbeeld is er zelfs niet meer. Dus ik moet uber gaan compenseren door veel cardio te doen, door veel vet te verbranden, maar ik nam de oorzaak niet aan. Terwijl als topsporter is het... Daar hamert men altijd op. Ja, maar als je de oorzaak niet weg, dan heb je van probleem, ga je van ontsteking naar ontsteking. Dus, maar ik zelf was de weg kwijt. Dus ik denk echt dat de bevolking denkt, ah, maar de overheid gaat daarvoor zorgen. Nee, dat is dus, dat zijn we afgelopen 2 jaar ook ervaren. Niemand komt je redden. Je bent zelf verantwoordelijk. En wat je zegt, het is inderdaad bullshit, omdat alles verbonden is. Voeding heeft ook al een invloed op de kans om te bewegen of je beweegzin. Hè? Als je kijkt dat als je enorm veel bewerkte voeding eet en drinkt, hè, dan krijg je een te hoge bloedsuiker, hyperglycemie. In je hersenen gaan de orexines omlaag en dat zorgt ook voor verlaging van dopamine. Dus kunstmatige voeding, dopamine is de beweegprikkel, hè, de activeringsprikkel. Dus als je veel kunstmatige voeding eet en drinkt, dan blijf je veel eerder in je stoel gevangen. Terwijl de Nestlé's en de Coca-Cola zeggen van nee, als je onze producten eet en drinkt, moet je gewoon meer bewegen om te compenseren. Maar die kans is juist veel kleiner. Dus we zijn al die holistische wijsheid verloren. We worden continu in de maling genomen. De politiek... Dat is de basis weg. Ja. Het is bijna niet holistisch. Holistisch gewoon heel veel mensen denken, toch in Vlaanderen van, oh, maar dat is pas zweverig. We zijn gewoon de basis verloren.
Ja, nou ja, het is helemaal niet zweverig. Als je kijkt gewoon dat wij zijn als mens, als homo sapiens, we bestaan ongeveer 200.000 jaar, geworden wie we vandaag zijn, dankzij de omgeving. In alle omstandigheden en ook voedingsstoffen die in de omgeving aanwezig waren. Je ziet gewoon als we ons natuurlijk gedragen, dan zie je ook allerlei systemen, organen, maar ook hormonen in ons lichaam, zie je gezond, natuurlijk gedragen. Ook als je het hebt over bloedwaarden of natuurlijke ritmes tussen dag en nacht, maar ook zomer en winter. Drie sleutelhormonen in onze stofwisseling zijn natuurlijk het cortisol. Bij enorm veel mensen uit balans door chronische stress. Maar ook bijvoorbeeld gebrek aan zingeving. Of als je niet voldoende sociaal verbonden bent. Afgelopen 2 jaar in mensen die zich terugtrekken. Radicale toename van eenzaamheid en ook verstoring van het cortisol. Leptine, een enorm belangrijk hormoon. Wat ook echt samenhangt met de juiste darmbacteriën. En dus je voeding. Hè. De moderne mens eet veel te veel bewerkte koolhydraten. Dat verandert de darmflora, de samenstelling van de darmbacteriën negatief. En dat verstoort het leptine. En leptine is een sleutelhormoon als je het hebt in de hersenen. Toestemming geven voor herstel, voor reparatie, voor opbouw, voor genezing. Schildklierfunctie, functie van het immuunsysteem ook. En chronische inactiviteit, dat leidt ook tot verstoring van insuline. Dus als je kijkt dat het cortisol, leptine en insuline, ook als je kijkt naar ontspanning of slaap of sociale verbinding, zingeving, voeding, beweging. Het zijn allemaal ja, leefstijl als medicijn. Dat is mijn missie met Oorsterk. Maar in die informatie kennis zijn we alle wijsheid verloren. En ik tracht weer een stukje wijsheid terug te brengen. Ja, om terug te gaan naar de roots. Ik denk dat het... Dat heel veel mensen niet beseffen dat ze eigenlijk soort vastzitten. Ik denk echt dat heel veel mensen het niet beseffen dat ze in een rat race zitten, wat een niet alleen ongezonder maakt, maar ik vond het heel interessant om eens in Londen te zien dat er mensen echt zeggen van, maar ik kan niet van suikers afblijven, ik kan niet. En dat zijn ook vaak mensen die dan emotionele problemen hebben. Langs de andere kant is het ook weer een vicieuze cirkel, want als we dan heel veel naar dat processed food gaan, dan brengt het ons weer down. Dus waar zouden we dan moeten beginnen? Oké, je geeft met Oorsterk wil je mensen bewust, maar dan moeten ze al een stap zelf zetten. Dat zou toch in de scholen moeten terug... Jij moet toch ergens een intrede gaan krijgen bij overheden om een nieuwe aanpak. Hier zat op dezelfde plaats zat hier waarschijnlijk een van de komende eerste ministers, Con Rousseau. We waren niet eens over de vaccinatie en over de aanpak vanuit zijn standpunt en mijn standpunt, maar hij was het wel eens over... alle welvaartsziektes. Jij moet toch op een bepaald moment ergens bij overheden terechtkomen om een volledige andere aanpak naar de bevolking in gang te krijgen. Of gaat men dat nooit doen? Is daar de business modules, zijn die daar te machtig voor? We moeten wel. Ik denk dat de wal gaat het schip keren. In Nederland hebben we ruim 100 miljard euro ziektekosten. Dat loopt op tot 174 miljard euro in 2040. Waardoor iedere Nederlander al 300 euro tot 400 euro per maand per persoon moet betalen aan de basiszorgverzekering. Je ziet bij kinderen in Nederland, maar ook in België, dat die ook steeds dikker worden, steeds zwakker worden. Gezondheid start in de basis. Dus je ziet gewoon dat die industrieën veel te veel ruimte hebben in die vrije markteconomie. En dat we die moeten gaan beteugelen. Want de mens is nou eenmaal een weerloze zoete kou. Vanuit de evolutie hebben we een instinct, een voorkeur voor zoet en zout. Suiker is een soort softdrug. Hè. Het stimuleert de nucleus accumbens. Echt het lustcentrum waar cocaïne, maar ook andere stimulerende stoffen op inwerken. En daar hebben we eigenlijk nooit genoeg van. En het interessante is ook wat je net zei. Natuurlijk kan je het puur fysiek, fysiologisch bekijken. Maar er spelen vaak ook emotionele en mentale onbalans mee. Omdat als mensen suiker kan je ook nodig hebben. Het is ook een soort emotioneel zoet te compenseren. Je ziet ook dat mensen die overgewicht hebben, niet alleen maar een probleem is qua calorieën, maar bijvoorbeeld ook een vetschort kunnen opbouwen tegen de veeleisende buitenwereld. Omdat ze ja, negatieve overtuigingen hebben. Ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn, er wordt niet van me gehouden. Dus ik bekijk al die domeinen, fysiek, mentaal, emotioneel, seksueel, sociaal, financieel, spiritueel. Want ook als je gaat kijken naar suiker, naar calorieën of naar voeding of naar leefstijl. Een gezonde leefstijl is geen doel, is eigenlijk een verkeerde, is een middel. Het zorgt voor energie, brandstof, maar die brandstof moet wel in de juiste motor. Dan kom je op zingeving, op spiritualiteit. Wat is nou je levensdoel? Waarom zou je 's morgens uit je bed stappen als je geen doel hebt?
Dus dat spirituele, wat misschien voor sommigen ook vaag klinkt, maar wat is nou je doel vandaag? Of wat is je doel deze maand? Wat is jouw doel in je leven? Ieder mens heeft unieke talenten, kwaliteiten. Ja, de meeste mensen weten wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen en waarvoor ze hier op de aarde zijn. Maar waar je veel van houdt, wil je goed voor zorgen. Dus als je dat helder hebt, dan ga je automatisch ook betere voedingskeuzes maken. Ik denk dat we naar de jeugd moeten gaan om terug te leren voelen, vind ik. Hè? Naar de school, in de plaats van dat jongeren keuzes maken rond 13, 15 jaar over wat wil je nu worden later. Hoe weten ze nu wat ze willen worden in deze wereld van technologie, waar dat alles zo rap verandert, nog minder. Ik vind, en ik spreek gewoon als ex-topsporter van, hey, ik speelde gewoon graag mee een balletje. Mijn vader was al een van de beste Belgische basketters, dus dat werd met de paplepel in de mond gegeven. En ik had, voor mij is het evident, iets doen wat je graag doet, wat je voelt, wil je altijd beter doen. En dan bereik je altijd iets. En dan maakt het niet uit of het nu donker is, of het regent. Of ik huilde als het regende, dat het misschien de wedstrijd niet doorging. Maar ik zie dat heel weinig terug naar jongeren, dat die eigenlijk eens positief gestimuleerd worden. En dat doen ze wel naar honden. Tegenwoordig leren we alle honden positief belonen. En negatief, dat mag niet meer gestraft worden. Maar dat zien we niet in onze maatschappij. Nee, klopt. Het is voor ons allemaal de uitdaging maatschappelijk dat we gezond gedrag aantrekkelijk gaan maken. Dat we daar de beste trainers voor kinderen zeggen. Dat we influencers of bekende zangers of sterren ook gaan gebruiken als inspiratiebronnen voor de jeugd. Wat je zegt, ik denk dat het als je jong bent heel belangrijk is dat je leert voelen. Nou, contact leert maken met je lichaam. Als je lichaamsbewustzijn hebt, je lichaam geeft altijd aan waar je echt trek in hebt, waar je echt behoefte aan hebt. Maar ook dat we kinderen op de basisschool, bijvoorbeeld al een moestuin op het schoolplein, dat we mensen en kinderen de oorsprong leren van voeding. Dat we kinderen op de basisschool bijvoorbeeld ook al 10 maaltijden leren maken. Want die leefstijlvaardigheden of voedselvaardigheden is de moderne mens steeds meer kwijt, omdat we dat uitbesteed hebben aan de industrie. En steeds daarmee meer tijd gekregen hebben voor andere domeinen in het leven. Maar die revolutie, ik lag gisteren een artikel in Nederland, dat in Nederland, en je zegt nou topsporten, dat 44% van de 3 tot 12-jarigen beweegt al te weinig. Dus ook allerlei artsen zijn op de barricade nu en experts, dat ze nu de stap willen maken, niet per se van gezondheidspreventie, maar dat de overheid echt een rol moet oppakken in gezondheidsbescherming. Omdat de hele publieke ruimte, ja, rolt dus een rode loper uit om ontstoken te raken, om chronisch ziek te worden, om westerse welvaartsziektes te krijgen. Dat is dus een makkie. Je bent bijna straks een afwijker als je dus straks 50 bent of 60 bent zonder chronische ziekte. Die mens gaat uitsterven, wat een enorme rare constatering is. Ja, dat is dan ben ik altijd banaal aan het roepen als ik jouw Instagram bekijk en over de ontstekingen. Mensen beseffen vandaag zelfs niet dat ze vol ontstekingen zitten. Mm-hmm. Mensen beseffen ook niet dat hoe ze eigenlijk hun kinderen moeten vandaag belonen. En ik zie het constant zelfs rond mij. Ja, maar het is, we doen het goed, we geven iets zoet. Ja, we doen, er is gewoon geen know-how. Dus die mensen denken dan dat de overheid dat voor ons doet. Zij hebben het beste voor. Misschien is dat ook wel zo, maar er moet toch een hele andere shift komen. Ja, het is een pijnlijke paradox dat mensen de handleiding van de smartphone beter kennen dan de handleiding van hun eigen lichaam of van hun eigen kind. Ja, maar dat is enorm pijnlijk. Hè? Ik bedoel, ik raad echt iedereen aan, volg Richard de Let alsjeblieft, over de zaken die jij zegt en je doet je socials fantastisch. Het is gewoon een heel andere kijk. Je gaat het pas doorhebben ook als je het doet. Dus ik vind dat voor heel veel mensen die een stap te groot is, Richard. Hoe krijgen we die mensen tot inzichten dat ze eigenlijk gewoon wat jij durft benoemen, want jij bent een brutale directe Hollander, die zegt, ja, maar ze worden gewoon dik, ziek en dom gehouden. Mm-hmm. Het is ook zo. Ja. Maar hoe krijgen we die dan, hoe krijgen we die wakker? Hoe krijgen we die van, maar vele firma's en mensen hebben niet het beste voor met jou.
Nee, dat klopt. Dus je moet heel veel mythologieën moet je afbreken. Dus ik probeer met iedere dag weer met de informatie die ik uitdeel en verspreid het bewustzijn te vergroten bij mensen. Dat hun perceptie verandert. Dat ze letterlijk de wereld anders gaan waarnemen. Of dat ze ook eigen onderzoek gaan doen. Want heel veel aannames, ook dat de overheid voor je zorgt of dat de industrie het beste met je voor hebben. Of als je de supermarkt inloopt, dat alles wat verkocht wordt in de supermarkt, dat per definitie veilig is of gezond voor je is. Dat zijn allemaal onjuiste aannames, zijn mythologieën. Dus je moet zelf leiderschap, hè, met een korte ei. Er zijn heel veel leiders met een lange ei, maar leiderschap gaan pakken. Je conditionering doorbreken, want ik was ook een weerloos zoete kou. Ik ben ook opgevoed met frisdranken en met brood, met margarine en met kaas en met jam en chocopasta. Dus het enige wat echt vernacheld is, is mijn gebit. De rest ben ik helemaal gereprogrammeerd. En hoe meer je je verdiept in hoe je lichaam werkt, hoe je geest werkt, hoe je in de evolutie ontstaan bent, wat voor mij dat continu zorgt dat ervoor dat ik meer verwondering krijg, dat ik echt enorm groot respect heb voor de natuur, want dat zie ik voor als de allergrootste leraar. En als voedsel, om als we daarbij blijven, uit handen van de natuur is, ben je veilig. Maar alles wat door mensenhanden is gemaakt, ja, mag je met maximale twijfel aannemen. Als iets meer dan 5 ingrediënten heeft, ja, eet het over het algemeen niet. Als je kinderen de ingrediënten en namen niet kunnen uitspreken, eet het dan niet. Alles wat een streepjescode heeft, een barcode, ja, wees kritisch. En de meeste dingen kun je niet eten. Dus wat een held ben jij, jongen. Wat een held, hoe dat je dat zegt. Dat zeggen zo weinig mensen. Dat is niet geweten. Men is zo onwetend, deze maatschappij. Ja, we lopen, het is ook gewoon, hè? We lopen gewoon de supermarkt in. Want veel mensen denken, ja, maar ze worden vandaag toch 80, 90 jaar. Ja, klopt, maar gemiddeld chronisch ziek vanaf 42. Dus ik neem het mensen ook niet kwalijk. Maar het kwam juist ook, ik vind dus dat we maatschappelijk een enorm gebrek hebben aan ethiek. Ik vind het echt onethisch hoe we iedere dag in de maling genomen worden. Hoe we belazerd worden, hoe we bedrogen worden. We worden gewoon een kaart in de zaak genomen. Ja, hoe ons lichaam iedere dag zwakker wordt. Hoe onze levenfunctie bedoelen, hoe we hormonen uit balans gaan. Hoe ons brein, dus neuroplasticiteit, eigenlijk eerder afbreekt dan opbouwt. Door alle keuzes die we maken op voedingsgebied, op beweeggebied, op ontspangebied, op slaapgebied, op verbindgebied. En daardoor zie je dat dus dikke mensen en zieke mensen of moeiere mensen, prikkelbare mensen, zijn normale mensen in een abnormale omgeving. En in die abnormale omgeving zitten allerlei industrieën, maar ook de politiek, die heel andere belangen hebben dan ervoor te zorgen dat jij gezond, gelukkig, vitaal 80, 90 of 100 jaar wordt. Dat is een illusie als je denkt dat dat een belang is van die partijen, industrieën, dat wil jij wel. Je hebt misschien de illusie dat die partijen daaraan bij willen dragen, maar dat is echt een illusie, een utopie. Dus als je dat nou eenmaal erkent als waarheid, en ga onderzoek doen, dan kom je erachter dat dat een waarheid is. Ja, dan kom je veel meer in je eigen kracht om betere keuzes te maken. Om ervoor te zorgen dat je vandaag meer energie ervaart in je lijf, meer rust in je hoofd en ook daarmee meer voldoening in je leven. Maar ook dat de kans, je kan alleen maar spreken over kans, op een gezonde oude dag gewoon veel groter wordt. Maar daarvoor moet je letterlijk loskomen van het systeem. Je moet uit die ongezonde kudde stappen en een trotse afwijker worden. Je moet eigenlijk durven aannemen dat alles wat ze je geleerd hebben misschien niet waar is. Het meeste is niet waar. Zo zeg ik het vaak tegen mensen. En dat is een grote stap. Pascal Nasus, die op diezelfde plek als jou zat, die nu in keto-richtingen gaat met haar boeken. En die zei, ja, maar ze moeten het voelen. Hè? En dat is ook wat jij zegt, van veel mensen komen niet tot het punt waar ze zich goed voelen. Ik zit in een 19-uur fast, ik voel me scherper, beter worden. Ik weet, als ik zelfs mijn fast breek met mijn keto, dat ik nog lekker helder blijf en goed flowen. Dus we moeten mensen eigenlijk zorgen dat ze zich terug goed gaan voelen. Ja. En dat is eigenlijk door echt radicaal ergens te stoppen en te zeggen van nu moet je dit traject wel even doen, want achter 2-3 dagen voel je je al beter. En dan beseffen dat je eigenlijk allemaal verslaafde wezens zijn. Dus wat ik doe, ik probeer mijn food window zo kort mogelijk te maken en toch nog wel te genieten, maar eigenlijk zo kort mogelijk. Op welke manier denk jij dat we die mensen zich terug goed kunnen laten voelen? Want ik ben ervan overtuigd, ik zit ook constant te roepen, mede dankzij jou, wij zijn door de welvaart gewoon enorme zieke mensen
geworden die eigenlijk niet meer tevreden zijn met hun eigen lichaam, die eigenlijk ziek aan het worden zijn, die eigenlijk dik aan het worden zijn. Hoe kunnen we... Ik ervaar het wel, want ik heb terug een goede zelfbeeld. Ik weet terug wanneer dat ik helder ben, dus ik heb het licht gezien. Maar hoe kunnen we mensen daar doorbreken? Hoe kunnen ze dat doen? Ja, nou, wat je zegt terecht is dat onze genen begrijpen dus geen bal van ons gedrag. Dus we moeten beter gedrag laten zien. De meeste mensen veranderen pas vanuit pijn en noodzaak. Dus als ze klachten hebben... Dan is het te laat. Dan is het te laat, ja. Dus het begint er al bijvoorbeeld mee dat je deze podcast luistert en dat je openstaat voor nieuwe inzichten en dat je dus eigenlijk je mensbrein traint, want onze oerbrein is verslaafd. Ons oerbrein wil de hele dag eten, wil 10 keer per dag eten, wil in een stoel zitten, wil continu vastzitten aan schermpjes en prikkels hebben. Maar met je mensbrein kan je het oerbrein kan je remmen, kan je reguleren, kan je beheersen, kan je betere keuzes maken. Dus enerzijds ligt de revolutie in training van het mensbrein, nieuwe informatie, je conditionering doorbreken. Aan de andere kant ligt de revolutie in het veranderen van je omgeving. Dus je omgeving anders inrichten, waardoor je bijvoorbeeld geen snoeppot meer op je tafel hebt of een koektrommel. Dat is wat Servaas Bainger in zijn boek zegt, held by design. Ja, is eigenlijk alle troep weg. Je leefomgeving anders inrichten. Jullie moeten elkaar echt heel hard gaan we doen. Snel leren kennen. Is een topper. Leuk. Als, ja. Ja, ik heb op mijn kantoor ook geen stoel. Dus ik kan niet zitten. Dus ik werk altijd staand. Maar ook je sociale omgeving. De mensen met wie je omringt. Hè, de 5 mensen met wie je het meest omringt. Hebben een enorme invloed op je middelomvang. Maar ook op je mindset. Ook op je bankrekening. Dus ook alles is energie. Ook je sociale voeding. En ik hou 1 keer per jaar een sociale detox. Ik neem afscheid van mensen die parasiteren. Die alleen maar energie kosten. Die roven. Dus je kan naar de hele wheel of life kijken. Al het hele balanswiel. Maar terug naar je vraag. Begin gewoon klein. Ga gewoon eens zeggen, oké, bijvoorbeeld op voedingsgebied, ik ga 1 eetmoment per dag minder hebben. Of ik ga 100 gram groente per dag meer eten. Of op beweeggebied, ik ga 1 of 5 minuten voor mijn eerste maaltijd bewegen. Ik vind dat eigenlijk dat we nog een stap ervoor moeten gaan. Ik denk dat we ze terug moeten leren voelen dat wat ze aan het doen zijn, wat ze zo lekker vinden, wat ze zo normaal vinden, hun eigenlijk niet gelukkig maakt. Ja, en toch heeft het een voordeel, onbewust. Hè? Dus het is ook interessant om te vragen, wat is het voordeel van je huidige gedrag? Want alles heeft een onbewust voordeel, anders zou het niet doen. Dus dat is ook goed om dat natuurlijk te vragen. Van wat is het voordeel van het ongezonde gedrag, wat je eventueel nu vertoont? Dus wat is het voordeel, waarom dient het je toch? En als je dat al bewust maakt, dan kan je veel krachtiger veranderen de andere kant op. Is het een idee om... Of heb je er al eens mee bezig geweest om echt bepalende regeringsleiders een traject in te gaan? Want ik weet dat er Belgische politici zijn die eigenlijk wel bewust zijn, maar eigenlijk nog steeds niets doen of kunnen doen. Op welke manier kunnen wij dit, want we worden ook voorgelogen, op welke manier kunnen wij iets doorbreken? Want ik kan... Ik motiveer mensen met elke dag mijn enthousiasme gewoon omdat ik terug gelukkig ben. Ik ben gezond. Ik voel ook hoe dat die suikers mij niet, die cravings mij niet downbrengen. Ik voel mij... Dus ik zie heel duidelijk waar het misgaat. Maar hoe kunnen wij... Ik wil echt, Richard, en ik herhaal nog, ze moeten jou volgen. Ze moeten zoveel mogelijk doen wat jij zegt. Maar ik wil dit ruimer trekken. Ik wil dit... En het kan moeilijker, duidelijker dan dat jij het brengt. Hè? Want jij zit bij Jinek... Jij zit bij Humbert en jij zegt gewoon, ik wil dat even aan de mensen zeggen, waar dat jij ook zit, jij zegt gewoon ook, in deze tijden van COVID, zei jij ook, het is het lichaam dat het, waar het virus in zit, dat het ergste is, erger dan het virus. Hè? Dus de gastheer, de verzwakte gastheer, ja. Wat het probleem is en niet het virus, ja. Dat gaf mij zoveel inzichten, dat ik zeg van, maar hij heeft gelijk. Maar je werd me nou afgeknald aan die tafel. Ja, dat is heel leuk natuurlijk als je het hebt over belangen. Dat is ook voor mij heel interessant qua persoonlijke ontwikkeling. Om mezelf als expert nog beter uit te drukken. En altijd gewoon in je kracht te blijven staan en niet geraakt te worden. Want normaal, ja, we zitten helemaal in de wereld ook met andere inzichten. Dat mag, maar ook met allerlei belangen. Ja, ik heb een maand geleden de laatste persconferentie gemaakt. Dan ook een beetje een grappig video. We hebben 500.000 mensen gezien. Ik heb ook veel Belgische volgers. En die hadden het ook doorgestuurd in België naar het ministerie van Volksgezondheid. En die reageerden ook. In Nederland reageerden ze helaas niet. Maar
Ja, ik geloof steeds minder. Ook in Nederland zijn we nu bezig met het preventieakkoord. En we zien wel dat preventie belangrijk is. Maar ook in de politiek zijn enorm veel industrieën. En ook lobbycratie. Ik ben ook in Den Haag bezig geweest in Nederland in de politiek. Maar er is een verschrikkelijke lobbycratie. Ik ben er ook echt van geschrokken. Dus jij komt er niet door? Nou, ik geloof niet in de revolutie dus van... Van bovenaf. Ik geloof in de revolutie van onderaf. Daarom met Roel Sterk. Ik bouw dus, ik wil niet meer vechten, maar ik wil iets beters bouwen. Vanuit positiviteit, vanuit liefde, vanuit verbondenheid. Ik denk dat als we daar beginnen, dat daar een hele grote sleutel is. Ik moedig altijd mensen aan om te beginnen spreken op hun socials. Ook over hun twijfels, over hun angsten. Dan ga je merken dat eigenlijk social media best wel leuk kan zijn, dat je eigenlijk... Ja, toch wel vrienden kent of tips kunt horen van mensen waar je het niet verwacht. Dat je eigenlijk je soulmates op een andere manier en anders positief gestimuleerd gaat krijgen. Het moet van onderaf. Ik bedoel, jij zit hier omdat ik Marvin leerde kennen in Ibiza. Wij brengen elkaar... Maar als je dan Marvin zijn state of mind ziet, hoe dat hij in Ibiza elke keer zijn workout, zijn discipline heeft, leer ik van Marvin. Marvin Leenders, ja. Ja, Marvin Leenders. Van iedereen kunnen wij leren. Ja, kijk, hoe meer dat we ons uitspreken, hoe meer dat het kan veranderen. Ja, het begrip leraar, leerling is per definitie uitwisselbaar. Ik leer weer van jou, jij leert weer van mij. Dus klopt, ik denk dat op social media, is natuurlijk heel leuk, kun je ook echt veel experts en inspiratoren volgen die bijvoorbeeld geen podium krijgen in de reguliere media. Ik heb ook, ik ben heel veel in de reguliere media geweest, honderden keren afgelopen 10 jaar. Maar afgelopen 2 jaar krijg ik nergens een podium. Ja, bij Jinek, dat was een uitzondering gelukkig. Ja. Maar omdat mijn verhaal natuurlijk niet aansluit bij de reguliere boodschap van we hebben 1 probleem, een virus, we hebben 1 oplossing, het vaccin. Dat is ook een mythologie, een illusie. Dat is ook een simpel verkooppraatje. Maar het is veel complexer. Maar als het van onderaf komt, gaan ze wel op een dag moeten veranderen. Ja, ik geloof dus dat je als je mensen in hun hart raakt en mensen ook voelen, het resoneert. Hey, verrek, dit is logisch. En ik moet ook zelf in actie komen. En ik doe met Oer Sterk al 10 jaar hetzelfde. Ik had 10 volgers, dat werden de 100, nou, dat werden de 1000. En nu iedere zaterdag meer dan 100.000 mensen die de nieuwsbrief krijgen van mij. Ieder jaar meer dan 1 miljoen mensen op onze website. Maar dat komt omdat mensen zo hunkeren naar handvatten en dat andere geluid. Naar een stukje waarheid of wijsheid. En ik denk niet dat ik de waarheid heb. Ik ben ook nog steeds op zoek. Maar ik heb totaal geen belangen. Ik word niet gesponsord, geen subsidies. Ik wil een verlengstuk zijn van de natuur. Ik wil ervoor zorgen. Dat is mijn grotere missie. Dat ik de aarde vitaler doorgeef aan de volgende generatie. Maar als mensen... En die belofte durf ik zelfs te maken, als ze jou volgen of ze gaan bepaalde zaken in vraag stellen, gaan ze zich beter voelen. Ja, binnen een maand zeker. Klaar, beter voelen. Ja. Van het moment dat je je beter voelt, dan besef je dat je geen andere zaken meer nodig hebt om gelukkig te worden, om het te compenseren. Mm-hmm. En dat gaat in een extreme mate bij mij. Dat heb ik inzichten als 15 jaar profsporter, toch met al de strafste physical coaches, etc. en begeleiding. Hoe ik nu kijk, weet je, ik zal een voorbeeld geven. Als wij moesten op verplaatsing spelen, dan aten wij 4 uur voor de wedstrijd en pasta en rijst en kip en saus en alles. Ik viel als een blok in slaap. Ik begrijp nu waarom. Maar als met de inzichten, waar dat ik altijd fout geïnformeerd ben geweest eigenlijk, en alles evolueert natuurlijk, dus ik neem ze niet kwalijk, maar dan kan je zoveel doelgerichter trainen, ook atleten. Er wordt toch ongelooflijk veel energie verspeeld, geld verspeeld, door hoe we nu bezig zijn. Ja, ik vind dat een slechte grap. Ik heb ook heel veel topsporters mogen begeleiden. En als je kijkt hoeveel geld er besteed wordt aan allerlei onbelangrijke details. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld inderdaad, weet je, dat voeding, ook bij profvoetbalclubs, maar ook andere vandaag nog altijd, hè? Voor de maaltijd vooral inderdaad koolhydraten stapelen. En dan zorg je dus dat je hartstikke... Het toename van glucose en insuline krijgt, waardoor je alleen maar suikers en niet op je vet, op je duurzaamste brandstof. En metabool eigenlijk flexibel, dat je kan switchen tussen suiker en vet. Ja, dat mechanisme verniel je helemaal als het ware. En dat leidt weer tot een radicale afname van prestaties. En daarmee ook weer van inkomsten en uitstraling. En gelukkig zie je ook wel in de topsport dat die inzichten vanuit de evolutionaire geneeskunde, ook als je het hebt over ijsbaden, tot over hitte, tot voeding, tot intermittent fasting, tot slapen, tot blauw lichtbrillen. Maar komt wel vanuit de andere kant. En ik zal je een voorbeeld geven. Het is LeBron James die 1 miljoen
dollar investeert enkel in zijn gezondheid. Conor McGregor ziet het en neemt het over. En hij kan de LeBron James kan de visie van de Los Angeles Lakers veranderen. Maar het komt niet vanuit de Los Angeles Lakers. Dat klopt, ja. Dus het gaat van ons als individuen moeten komen en van mensen die zich uitspreken langs onderaan. Ik denk dat het hopelijk ook een stimulans is voor iedereen die luistert. Onderschat nooit de invloed en de impact die jij in je leven kan hebben voor iedereen om je heen. Maar ik ben ook begonnen in mijn eentje in de geneeskunde, ik wil dit anders. En ik stapte eruit, stond helemaal alleen. En nu 10 jaar later bereik ik 1 miljoen mensen. En het zit me niet in die 1 miljoen. Maar als je jezelf gaat uitspreken vanuit je eigen waarheid, dan komt het altijd bij de juiste mensen aan. En de impact die je daarmee kan hebben in de wereld, dat is ook wat de wereld vandaag nodig heeft. Weet je wat het wel moeilijk is? Als je begint uit te spreken, moet je wel op dat moment al in je kracht staan. Want ze gaan je heel vaak zeggen dat je gek bent. Ja, dat klopt. Nou ja, mijn vriendengroep is radicaal anders dan 10 jaar geleden. Omdat je ook veel vrienden kwijtraakt. En je groeit beide, maar wel aan de andere kant. Maar dat is ook prima, omdat ik liever aan het einde van mijn leven op het punt sta, ook al ben ik alleen, omdat ik trouw ben gebleven aan mijn kernprincipes, aan mijn eigen stem, aan mijn waarheid, dan dat ik een enorm grote vriendengroep heb, maar de interne pijn voel, omdat ik nooit mijn eigen stem heb durven laten horen en een soort zwak gemiddelde ben geweest en altijd op zoek ben geweest naar erkenning, maar wel mijn eigen hart verloochend heb. En is dat misschien ook dat we daar ook een verandering moeten doen, dat mensen altijd zich alleen anderen willen pleasen, dat ze eigenlijk iets moeten, zoals ik eigenlijk vaak zeg, toch een terug gaan voelen naar wat maakt me blij en daarin mensen stimuleren om zo dan geliefd te worden in de plaats van geliefd te willen worden. Ja, ik denk maar dat je in essentie geen reden hebt om bang te zijn. Want als je misschien je eigen stem gaat laten horen, raak je misschien van mensen kwijt. Maar wat je niet ziet, is dat je veel meer nieuwe mensen, vrienden gaat aantrekken die resoneren en die leiden tot veel meer groei en voldoening. Dus dat het wordt altijd beter. Plus die dat je kwijtspelt, die waren er eigenlijk toch niet echt. Dat zijn meestal energielekken, geen energiebronnen. Ja. Dat bedoel ik. Ook op dat manier ben ik alles naar aan het kijken en wil ik deze zomer kom ik met iets speciaals waar ik eigenlijk al een tijdje aan bezig ben. Ik zweer bij het vasten niet alleen dat het vasten van mijn voedsel, maar ik deed het al lang het detachen van negatieve energie. Maar ik kon dat nu nog verder trekken deze zomer, dat ik eigenlijk puur op basis een paar weken per maand ga leven, waar ik al negatieve energie of mogelijke distractions van mij gaan verwijderen. Dus ik kan bijvoorbeeld bepaalde kleding meenemen en niets anders meer. Mm-hmm. Dus dat ik ook niet meer moet nadenken over, ja, maar wat is er nu mode en wat is er niet mode? Ik wil eens zien als ik echt van, wat gaat marketing nu van impact nog hebben? En ik ben een Jordan freak, maar ik ga naar een plaats gaan waar ik maar 3 Jordans meeneem. Ja. Wat gaat het nu doen? Ga ik nu blijven naar die commercials zien? Ja, maar ik kan 5 t-shirts meenemen, van elke kleur eentje zonder print, kan ik nu blijven kijken naar shirts met print. Ik ben echt benieuwd hoe ik heb het mogen even ervaren over wat voedsel met mij deed en mij ziek, dik maakte. En ik wil nu eens kijken van wat doet nu volledige marketing rond mij? Wat willen ze nu, als je gewoon heel minimalistisch gaat leven, terug naar de basics, hoe gaan we dan kijken naar al de rest? Dat is het. Hè. In essentie hebben we niets nodig. Hè, want alles zit al in jezelf. En ja, de hele maatschappij stimuleert continu tot consumeren. We moeten economisch nuttig zijn. Het is helemaal niet interessant, hè, of je gelukkig bent of gezond bent. En ja, ik heb voor mensen altijd dan 3 vragen. Want ik zei net, een gezonde leefstijl is een middel voor een hoger doel. Een bezield leven. Dus die energie moet in de juiste motor. Hè, voor zingeving, spiritualiteit. En dan sla ik altijd plat tot 3 vragen. Dus ik vraag altijd aan mensen. Vraag 1, hè, waarom doe ik wat ik doe? Vraag dat jezelf eens af. Doe je het voor jezelf? Hè, vanuit je eigen missie? Vanuit je eigen verlangen? Of voor een andere? Hè, voor erkenning van de buitenwereld? Vraag 2 is, wat heb ik echt nodig om gelukkig te zijn? En dat is wat je nu zegt, minimalistisch leven. De essentie, heel veel spullen, is ruis en afleiding. Ook consumeren. Nou, maar wat heb je echt nodig om gelukkig? Dat is altijd ervaringen, dat is verbinding, dat is liefde. En vraag 3, wat zou ik doen als ik nog maar 24 uur zou leven? Want als je gezond bent of niet ziek bent, dan heb je de illusie dat je onsterfelijk bent. Maar als je nog maar 24 uur zou leven, dan zou je alleen maar keuzes maken. Zou je misschien je droom gaan leven, maar je kan toch niet meer falen. Je zou de mensen bellen waar je energie van krijgt, waar je van houdt. Je zou datgene nog uitspreken wat je
Maar mensen zijn veel te slordig met hun tijd. Ze verspillen heel veel tijd omdat ze denken, want ik leef onsterfelijk. Maar als je nog maar 24 uur zou hebben, dan kom je ook terug tot de essentie. En die drie vragen, ja, die zijn voor mij een belangrijk kompas. Iedere dag, iedere week in de dingen die ik doe. Maar ook om uiteindelijk tot de essentie. En ik ben al jaren ook aan het ontspullen. Want ja, ontspullen, spullen die leiden veel meer af. Het lijkt wel hoe meer dat je hebt, hoe meer dat je wilt hebben. Ja, nou ja, als je het hebt over eten en kopen en spullen, het zorgt allemaal voor shotjes dopamine. En dopamine dooft snel uit. Hetzelfde als koffie, als cafeïne, met betrekking tot bijvoorbeeld een groene thee, wat veel stabieler is en langer. En echt duurzaam geluk hangt samen met endorfine. En endorfine is gewoon dat je kan zitten, dat je naar buiten kan kijken, naar de vogels in de bomen of de zon en de wind. En dat je voelt dat alles er al is. Nou, ook op een treinstation kan ik staan en ben ik aan het kijken. Ik zie alleen maar mensen die naar schermpjes aan het kijken zijn, want die mensen zoeken dopamine. Terwijl als je endorfinegevoeligheid goed is, en die is goed als je natuurlijk leeft. Dat bedoel ik. Maar ze voelen zich niet goed. Nee, omdat ze endorfine resistent zijn, omdat ze onnatuurlijk leven. Dus je moet ze krijgen naar het punt dat ze zich goed gaan voelen. Ja. En mensen, geloof me vrij, als je je levensstijl omgooit, ga je je goed voelen en heb je de rest veel minder nodig. Je gaat zelfs veel intenser genieten van de vrienden die er dan nog wel zijn of van de etentjes dat je hebt. Ja, je kan veel meer. Aandacht is een beetje moderne goud, hè? Omdat heel veel mensen die hebben wel tijd en zijn ergens, maar zijn met hun hoofd continu ergens anders. Zijn op hun schermpje of zijn met een DM'tje in de mailtje, moet dat nog doen. Maar echt aandacht hebben, aanwezig kunnen zijn in het huidige moment. Ja, dat is het moderne goud. Dat is fantastisch. Er juist tegen zei van, ik werd emotioneel van, wat als we nog 24 uur zouden hebben, dan denk ik dat ik nu, en spreek ik voor mezelf, eigenlijk een heel goede job doe. Maar dat komt omdat ik al jaren alle negatieve energie durf loslaten. En heel veel mensen heb ik geleerd dat niet durven loslaten omdat ze schrik hebben van het onbekende. Ze willen wel loslaten. Hè? Heel veel mensen zitten in een relatie die ze echt zeggen van, die beide eigenlijk dat wel willen loslaten, maar niet durven, want ja, dan kom ik alleen te staan. Mm-hmm. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd, Pieter, als je de negatieve energie laat, je weet niet welke positieve energie je tegemoet gekomen. Je gaat nooit zijn als je de negatieve gaat laten. Eens dat je het doet, is het zo evident. Maar toch lukt het zo weinig mensen. Ja, daarom moet je uiteindelijk geïnspireerd worden door het hoge doel. Je benoemt net, wat zou je doen als je nog maar 24 uur zou leven? Nou, als je die doortrekt, hè, ik bedoel, dan ben je dood. Hè. We hebben één zekerheid, we zijn geboren, dus we gaan dood. Welke tekst zou je willen dat er op je grafsteen staat? Nou, dat is, vind ik, een enorme kernachtige vraag. Want het gaat om die tekst die ik het liefst op mijn grafsteen zou willen zien. Komt dat overeen met de keuzes die ik vandaag maak? En ook als ik terugkijk naar afgelopen week, naar afgelopen maand. Zou dan die tekst op mijn grafsteen staan? Nou, ga daarna leven en ga uiteindelijk die voeding, beweging, ontspanning, slaap, verbinding, wat een middel is, als brandstof gebruiken. Zodat die tekst op je grafsteen overeenkomt met de principes en de hogere waarden, de kernwaarden die je vandaag leeft. Het leven is in essentie hartstikke simpel. Alleen we hebben het gewoon veel te complex gemaakt. Nu begrijpen de mensen waarom dat jij een fucking held bent. Dat is toch fantastisch. Ja, zeg het ook gewoon zo. Maar nou, het is gewoon zo. Ik zou willen aanvullen. Ik ben een held en een schurk net als ieder mens. Ik ben donker en het licht. Die kracht hebben we allemaal. Ik hoop dat ik voor mensen een inspiratiebron ben om ook veel meer in hun eigen kracht te gaan staan. Want ieder mens is een held. Maar zelfs voor die mens dat je donker bent, help je eigenlijk onbewust. Dat ben ik echt zeker van. Die dat niet begrijpt. Of ik weet het zeker dat iemand die dit zegt, oh, maar, ja, of het makkelijk wegschuift, zit met problemen. Want anders kan je dit niet naar waarde schatten. En ik in mijn traject van de mensen die ik ook heel trouwe volgers heb, dat is gewoon een kenmerkend verhaal wat je er juist zegt. Men hoort terug de vogels fluiten. Mm-hmm. En dat is gewoon, als we terug, ik noem het in mijn nieuwe platform daar, Your Way of Life, het derde oog. En dat is dat er een bepaald moment, als je je terug goed gaat voelen met jezelf, met het traject dat je mee bezig bent, dat je eindelijk het licht ziet van, dat is de richting en daar liep het fout, dan heb je gewoon veel minder nodig en begin je anders naar alles te kijken. En dat is wat ik nu in de volgende maanden echt wel gewoon ervaren, nog meer nog kleding. En geloof me vrij, ik koop echt heel graag kleding. Hè. En vooral Jordan en Nike en Asics. Maar ik kan het echt niet doen. En ik kan terug nog dieper naar mezelf doen. Eigenlijk mijn fasting all the way. Less outside to protect the inside. Mm-hmm. Heb ik zelf gevonden, hè? Ja, mooi.
Ja, maar je moet ergens beginnen. Als de mensen die... ik blijf het toch zeggen, want ik wil altijd mensen blijven triggeren van... Oké, inschrijven op je nieuwsbrief. Mm-hmm. Zaak in vraag durven stellen. Wat nog? Wat nog van tips? Een heel goede die ik altijd, als ik hem zie, dan zeg je... Eten is ontsteking. Mm-hmm. Dat zeg je, dat is een van je. Ja, dus hoe vaak leg je eet... Leg dat eens even uit, want dat is toch iets dat mensen moeten weten. Ja. Elke keer je eet, is een ontsteking. Ja, want hoe vaak we eten, is belangrijker dan wat we eten. Dus je handen, er zitten bacteriën, virussen aan, ook aan je bestek en aan je voedsel. Dus het grootste deel van ons immuunsysteem zit in de spijsvertering, zo'n 70%. Want die pathogenen, die moeten onschadelijk gemaakt worden, want die willen we niet vanuit de darm in het bloed hebben. Dus iedere keer als je een hap neemt of een slokje neemt, dan moet het immuunsysteem geactiveerd worden. Zie je het alsof je een auto start. Dus als je 8 keer per dag eet, moet dat immuunsysteem 8 keer per dag aan, waardoor het niet meer goed naar de nulstand kan. En het continu eigenlijk wat verhoogd wordt en wat overactief raakt. En dat noemen we op de lange termijn een laaggradige ontsteking. Dus onze genen snappen er geen bal van als we 6 of 8 keer per dag eten. Nu zeggen de commerciële voedingsadviezen, moet je natuurlijk 6 tot 8 keer per dag eten, maar je moet het motortje draaiende houden. Wat natuurlijk wel logisch is, want hoe vaker je eet, hoe meer boodschappen je doet en hoe meer inkomsten alle voedingsproducenten krijgen. Dus economisch klopt dat. Alleen fysiologisch en ook eigenlijk psychologisch in je brein gaan allerlei systemen uit balans. Het immuunsysteem raakt overactief, gaat alle energie naar zich toe trekken, onder andere van je hersenen, waardoor je minder concentratie ervaart, minder goede stemming. Je kan wat somberder worden of depressief. Ook fysiek word je moeier. Mensen worden moeier, mensen zitten minder lekker in hun vel. Slechtere stoelgang, slechtere slaap, slechte libido, maar ook een toename van buikomvang. Dat zijn allemaal sleutelfuncties die erop duiden dat het immuunsysteem overactief is. En dat kan dus ook onder andere gevolg zijn van te vaak eten. Omdat het immuunsysteem dan niet meer in staat is om zichzelf af te remmen. Wat ik had vermeld op mijn socials, dat je ging komen en ik heb je vragen. En toch was er heel vaak de vraag van, wat met vrouwen? En hoe anders, of heeft die tips naar vrouwen toe? Naar de hormonen, naar de cyclus. Is het anders bij mannen dan bij vrouwen? Ja, vrouwen zijn natuurlijk wel subtieler. Hebben natuurlijk ook een hormonale cyclus. De aarde zit natuurlijk tussen de zon en de maan. En de hormonen dansen op het ritme mee. Dus ik zie het zeker bij vrouwen voor de overgang. Is het wel goed om niet te intens te vasten. Hè? Omdat je dan ook wat eerder hormonale onbalansen ziet. Maar over het algemeen, als je als vrouw goed verbonden bent met je lichaam. Voel je precies, geeft het lichaam ook precies aan. Van wanneer je weer trek hebt en wanneer je weer zou mogen eten. Maar als advies zou ik het dan tot maximaal 16, 18 uur doen vasten. En niet langer. En ook daar is eigenlijk de industrie natuurlijk heel ver. En dat zie je nu wel bij op socials meer en meer komen. Maar dat eigenlijk de pil, de spiraaltjes, ook ervoor zorgen dat mensen eigenlijk ook gewoon minder grounded. Alleen vrouwen vooral grounded zijn met hun natuur. En hun ja, de anticonceptiepil. Het is natuurlijk fantastisch dat we nu kunnen plannen of reguleren dat we niet te veel kinderen krijgen. Mijn vader is het 11e kind van 12 kinderen. Dat was de andere kant nog 50, 60 jaar geleden. Ja. Maar het haalt het ritme uit het vrouwenlichaam. En ritme is de basis van gezondheid. Wat ik ook interessant vind is bijvoorbeeld het aantal echtscheidingen hangt ook weer samen met de anticonceptiepil. Want een vrouw hoort haar partner uit te zoeken op geur, op feromonen. En dat vermogen qua van reuk wordt helemaal verstoord als je de anticonceptiepil neemt. Dus dan kies je vaak de verkeerde partner en dan stop je met de pil. En ineens zie je en ruik je je partner heel anders. En denk je, hoe kan het nou dat ik zo'n klootzak uitgezocht heb? Omdat je de partnerkeuze zelf al verstoord raakt door de anticonceptiepil. En zo zie je alweer hoe alles in het leven met elkaar samenhangt. En dat als je geen anticonceptiepil gebruikt, dat je ook je reuk en je hormonale afstelling. Want eigenlijk, als je een man ruikt, de feromonen, dan ruik je zijn immuunsysteem. En dan ruik je onbewust of zijn immuunsysteem met jouw immuunsysteem of dat een sterk nageslacht geeft. Want je moet wel een juiste koppeling hebben.
Maar dat mechanisme werkt niet als je de anticonceptiepil slikt. Dus ook weer een stukje breder, waar je ook nooit wat over hoort. Ja, die wijsheid zijn we ook helemaal verloren. Maar vanuit de natuur bekeken is het natuurlijk hartstikke onlogisch om allerlei zeno-oestrogenen naar binnen te pompen. Wat oestrogenen is pro-ontsteking, progesteron is anti-ontsteking. Dus ook allerlei ontstekingsziektes nemen toe, ook op de lange termijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar borstkanker, door de anticonceptiepil. Het is echt een experiment waarvan ik geloof dat we over 50 jaar zeggen, hoe hebben we dat ooit kunnen doen? Ik ken enorm veel artsen. Ik ken weinig huisartsen die de pil aan hun eigen dochter voorschrijven. Dat is ook interessant. Maar in mijn eerste boek, Hoe Sterk, in 2012 heb ik al een hele hoofdstuk gewijd aan de anticonceptiepil. En ik vind dat ook een onverantwoord experiment. En bij experimenten kun je veel beter toeschouwer zijn dan deelnemer. Dat is een goeie. Jouw visie, gecombineerd met waarschijnlijk toch zeker en vast wel hoe dat alles evolueert, zou heel mooi zijn. Wat zijn je dromen nog? Wat wil je eigenlijk naar de bevolking toe? Wat wil je voor jezelf? Ja, mijn grote droom is dan om de wereld dus vitale door te geven aan mijn twee zoons. Ik heb altijd het doel gehad om 2022, dit jaar, zeg maar 1 miljoen mensen te begeleiden, wat je zei in de intro, naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Enerzijds doen we dat door al onze gratis diensten, blogs, vlogs, maar ook onze Oerstek podcast. Wat ik zei, we hebben 1 miljoen mensen per jaar op de website. Ik wil ook eigenlijk 1 miljoen mensen per jaar recht kunnen begeleiden. Ik heb altijd een praktijk voor integrale geneeskunde gehad. Werkt een uur met mensen, dus dan kan je niet 1 miljoen mensen helpen. Dus in 2018 ben ik daarmee gestopt en dan ben ik mijn eigen opleiding gestart tot Oerstek coach. Ik denk, als ik nou 1000 zorgprofessionals ga opleiden die ieder jaar 1000 mensen kunnen helpen, dan is 1000, maar 1000 is 1 miljoen. Ik heb er nu ruim 350 opgeleid en alle groepen zijn over het algemeen uitverkocht, 120 per jaar. Dat loopt nu ook, onze opleiding. En ja, vanaf 2023 ben ik nu aan het kijken om ook internationaal, zowel de Engelstalige en de Duitse markt. Ik wil gewoon dat mensen in staat zijn met de juiste kennis en de juiste vaardigheden tot optimale zelfzorg. En dat is eigenlijk een basisrecht van ieder mens, wat niemand nu krijgt. Want er zijn geen officiële instanties die deze informatie aanreiken, waardoor je betere keuzes kan maken. Ja, en ik ga op de golf, op de flow van het leven mee. En ik zie wel net zozeer dat ik vandaag hier zit, weer in België, waar ik blij en dankbaar voor ben, waar die golf eindigt. Maar eigenlijk heel zin, ik zal alles op mijn eigen vierkante meter blijven doen om die passie en die vonk te blijven overdragen. Ja, jouw zaadjes dat je ongelooflijk plant en die nu eigenlijk gewoon aan het verder gaan zijn. En volgens mij gaat dat echt niet stoppen. Wat, heb je nog een raad naar jouw ex-collega's of in de geneeskunde? Ik heb blijkbaar de indruk en de ervaring dat als je gewoon een andere mening hebt, of dat ik het benoem van het is en-en, ik bedoel, niemand kan toch baat, alleen iedereen heeft baat bij gezondere mensen, ja, dat denk je dan toch, maar in die geneeskunde, hoe krijg je, heb je daar nog een advies voor die mensen? Ik weet dat ik heel veel klanten heb hier die echt artsen en verpleegsters die echt vragen stellen bij de huidige geneeskunde. Maar hoe krijgen we daar een soort verandering of bewustwording in? Of gaat dat nooit zijn? Ik ken bijvoorbeeld iemand, en dan zegt iemand die uit de politiek komt, die heeft een vriendin. En die vriendin is van de intensive cares, die een hart voor mensen te verzorgen, want anders zit je niet in die zorg. Hè, want... En die is dan nu naar een andere afdeling gegaan. En daar zit een verpleegster naast, die gesponsord wordt door een farmaceutisch bedrijf. Dus dat hospitaal moet die persoon niet betalen, maar die zit gewoon wel heel de tijd advies te geven over welke producten te verkopen door dat bedrijf. Dus mensen gaan gewoon naar een ziekenhuis, denken dat ze een verpleegster zien, die zal ook vast nog wel goede bedoelingen, maar eigenlijk is dat een verkoopster van een farmaceutisch bedrijf. Ja, dat is niet geweten heel vaak. Nee, ja, dat is onethisch. Dan heb je natuurlijk automatisch te maken met belangenverstrengeling. En, maar hoe krijgen we daar het verhaal van jou terug naar de natuur, waar daar echt iedereen baat bij heeft, dat het een en-en verhaal wordt. Bij die mensen. Nou ja, dat is ook eigenlijk wat ik propageer. Sorry, bij de artsen, de apothekers, de farmacieën, zie ik dat wel, die evolutie. En de reden waarom, is dat er heel veel commerciële grote apothekers komen. Zo echt zoals we in de States zien, in New York. En de apothekers zelf, daar heb ik heel veel info van, dat die echt ook naar mij komen, naar de matcha, en zeggen van ja, we willen echt kwaliteit, want we zien dat we anders moeten gaan handelen naar onze klanten en dat onze klanten daar klaar voor zijn. Maar gaat dat ook bij de dokters zijn, bij de ziekenhuizen, dat we daar een verandering in kunnen krijgen?
Nou ja, het is natuurlijk wel interessant als je die doortrekt, dat heel veel reguliere medicijnen oorspronkelijk uit de planten, uit de natuur komen. Als je nu kijkt naar pijnstillers of naar antidepressiva, dat komt allemaal uit de natuur, wat gepatenteerd is en chemisch nagemaakt is, want de natuur kan je niet patenteren. Maar ik probeer altijd, en ik denk dat die revolutie wel gaande is, ook in de geneeskunde. Zie je in Nederland dat de leefstijlgeneeskunde echt toeneemt. Je hebt ook artsen en leefstijl. Heel veel artsen, ook huisartsen en medisch specialisten zien natuurlijk dat hun therapieën niet werken. Als je therapie zou werken of je medicijnen, dan zouden de wachtkamers leger worden. Maar de wachtkamers worden alleen maar voller. Dus daar kun je uit concluderen dat je therapieplan blijkbaar niet werkt. Of dat je mensen medicamenteus afhankelijk houdt. Dus ik vind het enorm schrijnend dat de patiënt in Nederland en ook in België niet de beste zorg krijgt, omdat we regulier en complementair zijn gaan scheiden. En ook vanuit ego of vanuit belangenkunde kan je van beide kanten elkaar aan gaan vechten. Maar ik hoop dus bruggen te bouwen tussen regulier en complementair, zodat mensen de beste zorg krijgen. Maar het is, misschien moeten we stoppen met te zeggen van, ja, ook ik zelfs met de vinger te wijzen nu naar daar, maar dat we gewoon moeten zeggen van, hey, luister, we gaan onze puur focus op levensstijl, eigen levensstijl, waardoor je gewoon als er dan iets is, ook beter geholpen kunt worden. Daar kan niemand iets tegen hebben. Nee, klopt. Dus in de eerste kant hebben we dus goede aanvulling. Ik heb nooit kritiek op artsen in het systeem, maar ik heb, want het zijn vaak fantastische zielen, maar ik heb wel kritiek op het systeem. Ik denk dat het systeem ziek is. Maar wat je inderdaad zegt, misschien in een echte goede geneeskunde, als mensen klachten hebben, dan moet je al helemaal niet naar de huisarts of naar het ziekenhuis, maar eerst ga je naar een leefstijlcoach. Eerst ga je het natuurlijk trachten op te lossen en het meeste is al oplosbaar. En als dat dan niet werkt of onvoldoende werkt, dan ga je de geneeskunde in. Dus we zouden een heel ander maatschappelijk model van geneeskunde mogen bouwen. Ja, een hele bufferzone ervoor. Ja. Ik zal dan, om stilaan af te ronden, met iets zeggen. Ik zei altijd van, oké, als we naar het digitaal ID gaan, kan ik niet wachten tot onze waarde, onze gezondheidswaarde in dat appje komt. En waardoor dat eigenlijk dan nu mensen die een groen vinkje kregen door een prikje, de McDonald's in konden en die obese waren en eigenlijk ziek waren en vol ontsteking, ja, die gaan binnenkort heel veel moeten betalen voor hun ziektezorg. Klopt. En ik denk dat dat ook een manier is, dat gaan heel veel mensen niet graag horen, maar om hun eigenlijk te verplichten om terug gezond te worden. Ja, nou ja. En er zit dan nog een verdienmodel in, ook voor de bedrijven en voor de overheden. Ja, en ik vind het zelf krapeleus, hè? Sorry, want het zou eigenlijk gratis, zou men het beste moeten voor hebben voor de mens. Nou ja, ik ben natuurlijk opgeleid vanuit meten is weten. Uiteindelijk is weten weer veel meer dan meten, maar dat is Oost en West. Maar ik denk dat als heel veel mensen natuurlijk geen inzicht hebben in hun gezondheidsparameters, in hun dashboard. En als bijvoorbeeld gaan prikken, of als allerlei parameters duidelijk worden, dat heel veel mensen ook zouden schrikken, maar dat het wel goede bewustwording is om duurzaam te veranderen, om gezonder te worden. Zou je eigenlijk met terug een rapport moeten komen misschien? Dat we vroeger in school hadden van we kijken uit naar dat moment omdat we dan goede cijfers moeten hebben. Misschien moet je daar even mee komen. Dat ben ik ook. Ik heb al een gezondheidspaspoort al gemaakt in Nederland. Dat delen we ook uit in onze opleiding aan de coaches. Ik denk net als onze auto, ieder jaar een APK, dat we ook ons lichaam ieder jaar voor een gezondheids-APK zouden mogen meten, in kaart brengen. Moeten. Ja, nou moeten, dan... Ja, dan is het gewoon niet goed op. Stijgen, maar inderdaad, ik zou het ook niet erg vinden. Wij maar ook, vanuit positiviteit, ook vooral dan met natuurlijke interventies en niet moeten, en dan natuurlijk weer vanuit de farmacie met medicijnen. Maar maak mensen onafhankelijk. Leer mensen hoe hun lichaam werkt, wat het nodig heeft, zodat ze veel beter zelfmanagement en zelfsturing kunnen doen. Iedereen zou zeggen, ja, mijn gezondheid is mijn grootste kapitaal. Maar als je gewoon gaat kijken naar een bankrekening, mensen geven meer geld uit aan hun auto, aan hun huis, aan een hypotheek, aan eventjes, aan kleding. En hun lichaam, hun gezondheid is het kind van de rekening. En dat zouden we maatschappelijk echt mogen omturnen. En dat moeten we ook. Anders is de huidige maatschappij en de economie, zeker tot 2040, 2060, anders gaan we ten onder aan ons evolutionaire succes. En dat is nu al bezig. De welvaart heeft ons ziek gemaakt. Ja, dat is dus een paradox. Want de oermens zou een moord doen om één dag in 2022 te mogen leven. Maar we worden nu letterlijk ziek van de welvaart. Dus we moeten het managen. Daar moeten we ons mensbrein ontwikkelen. Zodat we uiteindelijk zelf lijden, maar dat de welvaart ons niet leidt. Want dan gaan we lijden met een lange ei. Richard de Lid, mag ik jou bedanken voor jouw zijn en voor jouw inspiratie elke dag. Met liefde. Ja, heel veel dank voor het podium. En ga ook door met jouw fantastische platform en een fantastische goede werk. Ja, super bedankt voor het komen.